Vandaag eten we pasta met avocado, zeegraal en rivierkreeftjes. En het is in 10 minuten klaar. Ik ga dus in 10 minuten even een lekkere snelle pasta op tafel zetten. En daar heb je het volgende voor nodig. Dille. Rivierkreeftjes. Zeegraal. Citroen. Pasta. Avocado. Kappertjes. Olijfolie. Zout en peper. Snijd de avocado in stukjes en rasp de citroen. En als je die citroen dan raspt, zorg ervoor dat je alleen het gele gedeelte neemt en niet het witte daaronder, want dat is bitter. Dan snij je hem in partjes en doe je een beetje citroensap over de avocado zodat hij niet grauw wordt, want er wordt natuurlijk niemand blij van. Nou, het water kookt inmiddels. Even een scheutje olie erbij, dan gaat de pasta niet plakken. En door die olie zal de pasta ook minder snel overkoken. Daar heb ik trouwens nog een goede tip voor, maar dat zal ik in een volgend recept eens een keer doen. Terwijl de pasta kookt, kan je alles snijden en ik begin met de dillen. Kappertjes. Ja, twee handjes zoiets. De olie is nu heet en dan kan de zeekraal en de rivierkreeftjes kunnen erbij. Zeekraal in de pan. Hoeft niet allemaal, ongeveer de helft. En zeekraal heb ik afgelopen maand ontdekt en het is echt een favoriete groente van me geworden. Het is binnen 1 tot 2 minuutjes klaar. Het staat echt zo op tafel. Het is heel lekker bij vis en door je pasta dus. En het is een lekkere stevige en ziltige groente. Je moet er dan ook geen zout bij doen. Dat kan je beter achteraf eventjes proeven, want het is vrij zout van zichzelf. De dille gaat erbij. En de citroenrasp. En dit ruikt lekker, dat wil je niet weten. Pasta giet je af. En als die een beetje uitgestoomd is, sorry camera, dan doen we er nog wat olijfolie bij. Wat een mooie kleur. Zo. Beetje. En dit laat je nog heel even een half minuutje doorwarmen. We kunnen de smaak goed intrekken. Nog een klein beetje citroensap eroverheen. En word jij nou blij van dit soort lekkere en makkelijke recepten? Abonneer je dan op ons kanaal door hieronder op de rode knop te klikken.